Flevo Ziekenhuis is het enige ziekenhuis in Almere. Dat geeft zowel een goed recht, maar ook een plicht naar onze patiënten. We zijn daarnaast ook een heel groot bedrijf met 1800 medewerkers. Het ziekenhuis heeft natuurlijk een enorme metamorfose ondergaan de afgelopen 3 jaar. En nieuwbouw en de kwaliteitsverbetering. We zijn vanaf de 100ste plaats in nummer 1 gekomen. Naast het feit dat we in het verleden al goede zorg leverden, zijn we ook beter geworden de afgelopen jaren in het registreren van de kwaliteit van zorg. Ja, dat is iets waar we met z'n allen erg trots op zijn. Behalve onze harde kwaliteitscriteria zijn we natuurlijk heel sterk bezig geweest in het afgelopen jaar met een mensgerichte zorg, het Plaintree-concept. We zijn het eerste Europese ziekenhuis wat dat krijgt. Dat is zeg maar de Michelinster onder de ziekenhuizen. Je moet ook excelleren op het gebied van zorg en aanvullende zorg. Als je hier binnenkomt lopen, komt u gelijk in een ontvangsthal die er prettig uitziet. Ook alle afdelingen onderscheiden zich door kleurgebruik, licht en groenvoorzieningen. Ik speel hier omdat dat er een andere sfeer is waar je speelt. Niet de drukkende sfeer, maar het brengt wat vrijheid. Het is toch zo lastig voor een patiënt om naar het ziekenhuis te komen. Dus we proberen de spanning eraf te halen door in elk geval de omgeving zo ontspannen mogelijk te houden. Het Flevo Ziekenhuis moet de onderneming van het jaar worden, omdat we erin geslaagd zijn onder moeilijke omstandigheden, met nieuwbouw en een heleboel rommel om ons heen, toch een enorme kwaliteitssprong te maken. Wat we als onderneming elke dag merken in meer patiënten en de patiënten die ook meer tevreden zijn.